Hey jongens, dit wordt lachen joh. Henk en Harry hebben niet door dat achter deze bioverlichte nepbibs zich een gruwelijke bibshengelvis schuilhoudt. Hey Henk, dat lijkt wel een bibs. Nee joh Harry, dat is geen bibs. Dat is een, wat is het? Oh, wat een lucht. Nou, dat is duidelijk wel een bibs Henk. Maar wat is dat dan? Oh, nee, dat is haha, dat was dus de levensgevaarlijke bibshengelvis. Mag ik jullie ook nog even voorstellen aan de Pteranobibs? Naast het scheten laten met de hijgen regelt een kleinere billosaurus uit de lucht. En al die smerigheid moest natuurlijk ook weer opgeruimd worden door deze toiletborstelosaurus. Haha, kijk hem eens gaan! Hey, hallo, wil jij meer weten over deze maffe en lelijke en stinkende billosaurussen? Lees dan verder in het waanzinnige boek over de billosaurus. En Henk, ook andere prehistorische wezens. Oh ja, meneertje weet het weer beter hoor. Tjonge, jonge, jonge, nee, jij altijd weet het maar altijd beter. Bla, 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 net als met die biefshengelvis van net. Prehistorisch dier daar. Nee, niks bla bla bla.